You Down door PhD. Dat blijf ik een geweldig nummer vinden. Tijd voor twee nieuws. Glimmende jurkjes en stropdasjes liepen vanmorgen over de Blauwe Loper in Utrecht. Daar begon het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Kinderen van 10 basisscholen uit Utrecht beleefden daar de première van hun zelfgemaakte films. Verslaggever Sandra van Steen, je hoorde er al, is daar ook. Goedemiddag, Sandra. Dag, Frits. Maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Is al duidelijk welke van de 10 scholen gewonnen heeft? Ja, inmiddels is dat duidelijk. De jury heeft zojuist het juryrapport erbij gehaald. En ik zou zeggen, laten we daar eventjes naar luisteren. Ik ga wel mijn bril opzetten, jongens. En ik weet dat als je een bril op hebt, ja, dan kan je een probleem hebben. Het filmpje, of de film die gewonnen heeft, weet een belangrijke problematiek. Namelijk kinderen die elkaar beoordelen en elkaar veroordelen op een hele mooie manier te vertellen. Heel mooi in beeld gebracht. Goede vorm voor gevonden. De winnaar is De Fakkel met Afgeweten. Basisschool De Fakkel dus. Jongen, De Fakkel, die mogen naar voren komen. Jongens, even een applaus natuurlijk. Even sportief zijn en even... Ja, kom maar snel naar voren. Ze zijn helemaal achteraan. Jullie kunnen wel gillen, zeg. Ja, we kunnen wel gillen. Hoe voelt dat? Toen kwam ik al zo over mijn stoel overeind eigenlijk. Ja, wist eigenlijk al dat je gewonnen had? Nee, eigenlijk niet, maar het klonk zo een beetje als onze film. Dus toen kwam ik een soort... Heel goed in beeld te brengen dat die verdeeldheid en dat ze eigenlijk worden beoordeeld op hoe ze zijn. En toen zat ik al helemaal, yes, yes, yes. En dat we gewoon gewonnen hebben is echt heel, heel fijn. Omdat we heel hard aan hebben gewerkt. Want hoe lang zijn jullie met die film bezig geweest? Een dag. Maar ik neem aan dat jullie eerst dat verhaal hebben geschreven. Wie had ook alweer het verhaal gemaakt? Liesel, Baudet en Eldin. Oh, jij hebt de prijs in handen? Ja. En jij bent ook een van degenen die het verhaal bedacht heeft, hè? Ja. Hoe ben je daar zo opgekomen? Nou, die juf had een paar ideeën op het bord gezet. En ik dacht van, nou, dat vind ik een leuk idee om een verhaal over te maken. Bijvoorbeeld, als je dik bent, of als je dyslexie hebt, of als je niet kan sporten, een digibeet. Of ik had zelf verzonnen de puberteit, als je in de puberteit zit. Zit je een beetje in de puberteit? Nou, mijn hormonen gaan wel tekeer, ja. En hoe oud ben je dan? Ik ben 11. En wat gebeurt er dan met je? Nou, ik krijg in mijn gezicht heel veel pukkels. Nou, vandaag zie je er heel mooi glad uit. Of is dat omdat je opgemaakt bent, helemaal dik in de plamuur voor deze speciale gelegenheid? Nou, ik heb eigenlijk alleen maar mascara op. En je ziet er wel heel deftig uit vandaag. Bedankt. Met een mooie jurk. Ja. En jullie allemaal, hè? Nou, een paar meisjes zijn samen gaan winkelen. En wat gaan jullie nu vandaag doen? Feest vieren. Yeah. Ga maar gauw dan. Jo van der Velde is een van de juryleden. Waarom heeft deze school nou gewonnen? Het gaat allemaal over kinderrechten. En deze school ging niet kijken naar bijvoorbeeld ouders die het verkeerd doen of de regering die het verkeerd doet. Maar die keken naar zichzelf. En die keken naar hoe in een klas er verschillende groepjes ontstaan. Met name de populaire groep en de niet populaire groep. En dat kan zijn omdat je een bril draagt, ben je niet populair of de verkeerde schoenen aan hebt. Kinderen die naar zichzelf weten te kijken, zichzelf een spiegel voor weten te houden, terwijl ze nog 10, 11 jaar zijn. Kinderen gaan nog uit van het goede. Is dat iets wat je ziet in deze films? Ja, dat vind ik wel het allermooiste eigenlijk aan al die films. Dat ze allemaal hoop en verwachting dat het op een dag beter gaat worden. Ook een filmpje wat zich in de toekomst afspeelt. En is er al 150 jaar vrede en er zijn er geen wapens meer. En dan komen er een paar volwassenen die willen weer wapens gaan verkopen. En de kinderen zeggen, wapens? Wat zijn dat voor dingen? Te raar is wanneer tijdens je volwassenwordingsproces wordt dat eruit geslagen of eruit teleurgesteld of eruit gefrustreerd. Heb je nog een talent gezien waarvan je denkt, die zou ik wel een keer mee willen nemen in mijn eigen film? Een filmpje waar een stem overheen zat, dat het verhaal wordt verteld door een Marokkaans meisje. En die vertelde dat verhaal zo mooi en zo rustig en zo met zoveel wijsheid. Ja, ik weet niet of ze wil acteren, maar... Ik geloof dat ze verpleegkundige wilde worden, ja, ze wilde verpleegkundige. Nou, ik hoop dat ze mij op een dag mag verplegen. Veel plezier nog. Dankjewel. Sandra van Steen in Utrecht. When the dark is creeping up on us too.